Mensen, vandaag zitten we in de allerduurste elektrische auto, de Lucid Air, met maar liefst 1100 pk en een range van bijna 1000 kilometer. Jezus, ik ben gelijk misselijk. Welkom weer bij een nieuwe pure luxe video op deze prachtige zonnige 3 mei. Zijn wij inmiddels aangekomen in het Gooise Hilversum tussen de villaatjes links en rechts. U ziet het al. En mijn haar gaat steeds verder groeien. Ik heb de transplantatie nu gehad, 5 weken geleden. Maar als de zon er zo opschijnt, lijk ik wel helemaal kaal. Dus dan moet u maar een beetje doorheen kijken. En het duurt nog een paar maanden. Hè? Ik ben net zoals Mart, zijn we aan het wachten op onze volle haardos, zeg maar. Wat gaan we doen vandaag? Er is een nieuw merk, alhoewel het bestaat al sinds 2007. Toen was het vooral een accu-merk. En dat is Lucid Motors. En die hebben het eerste model op de markt gebracht nu, de Lucid Air. Een hele luxe auto, daarom zijn wij er ook. We gaan een model rijden van ruim boven de 2 ton. En die zijn dus neergestreken hier in Hilversum, zodat ze vanaf zeg maar een beetje in de midden, centraal Nederland, iedereen kunnen bedienen. De eerste auto's zijn ook afgeleverd en verkocht. Dus we gaan nu even naar het hoofdkantoor, zit eigenlijk in Amsterdam, maar de showroom zit hier in Hilversum. Het oude Van Poelgeest BMW gebouw van mijn amies Erik Bolhaar. Waar deze prachtige roze BMW weer vandaan komt, dat zetten we even af. Mart filmt gewoon door, kan ons wat schelen. We krijgen een rondleiding even, een showroom tour door Jarno Middelbos van Lucid. En daarna gaan we natuurlijk even rijden met de auto, er even omheen lopen wat we ervan vinden, wat het bereik is, wat de kosten zijn. Hoe de accu werkt, hoe snel je kan opladen. U kent het allemaal wel, maar vooral ook hoe luxe is hij van binnen. Kan je lekker achterin zitten, bla 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 bla. Komt u mee! We gaan even naar binnen, gezellig. Mart, loop je mee? Is de muziek al uit, dan hebben we weer een copyright probleem. En we gaan ook even ons nieuwe magazine slijten, want... Als ik het pandje zo zie, is er duidelijk een beetje budget bij Lucid. Nou, ik doe even de normale bril weer op, mensen, dan zie ik natuurlijk helemaal niks. Kijk, Jarno Middelbos. Goedemorgen. Zeg het zelf maar. Head of Marketing and Communications Europe. Ja. Van Lucid Motors. Helemaal vanuit, toch? Zeker. Wij zijn hier dus in Hilversum beland. Uh-huh. Wat is jullie centrale afleverpunt? Vertel eens even. Ja, nou, dit is onze eerste locatie in Nederland. Zoals je al mooi benoemd, afleverpunt, maar ook saleslocatie. Ja. Dus eigenlijk verkoop, onderhoud en afleveringen doen vanuit deze locatie midden in het Gooi. En ik dacht dus eerst dat het bedrijf Lucid Air heette, maar het heet Lucid Motors. Ja. De Air is zeg maar het eerste model wat jullie hebben. Ja. En daar, die worden nu in Nederland een beetje uitgeleverd. Die zijn, hoe lang is hij op de markt nu, dit model? Nou, we zijn misschien even goed bij het begin te beginnen. Lucid is eigenlijk opgericht in 2016. Toen hebben we onze eerste prototype van deze Lucid Air laten zien aan de wereld. Ja. En we zijn eigenlijk in 2021, eind 2021, begonnen met de levering in Amerika. En ongeveer een jaar later hier in Europa. Dus eind vorig jaar hebben we hier de eerste auto's geleverd in Nederland en Duitsland. Okay. En dit voorjaar gaan we wat meer het volume zien en hopelijk meer Lucids op de weg in Nederland. En de grote oprichter, de grote man achter Lucid, dat is een ex-werknemer, een acculeverancier van Tesla. Nee, hij was eigenlijk de mastermind achter de Model S, zeg maar. Ja. Dus Peter Rawlinson is onze CEO en CTO. Ja, kijk, u ziet op de achtergrond ook Perry, onze autojournalist, staan die voor meerdere bladen schrijft, maar natuurlijk ook voor pure luxe. Daar zijn we altijd heel blij mee. We gaan zo even rijden met de auto, mogen we ook, nemen we natuurlijk Perry even mee. Maar voor nu gaan we even met Jarno beginnen we met. Dit was de Dream Edition? Ja, dat klopt. Dit is de Dream Edition. Dat is eigenlijk een exclusieve, gelimiteerde oplage voor de introductie hier in Europa. Ja. Dus we zijn begonnen met deze Dream Edition. En die heeft eigenlijk, we noemen dan zo mooi, een Halo model. Hè? Dus eigenlijk een auto met de beste specificaties. En eigenlijk komt die in een range versie of in een performance versie. Ja. De range versie, dat is de auto die het grootste bereik levert. Dat vinden we natuurlijk interessant. Ja. Wat is dat grootste bereik? Om gelijk maar... Met een
huis te vallen. Van de USP's. USP's ja, ja, zeker. Ja. Ja. Mensen, ik heb natuurlijk in de Taycan gereden bijvoorbeeld. Of in de Taycan. Ja, een Taycan. Ja. Zo'n turbo, fantastisch. Het rijdt lekker, ja, maar het haalt nog geen 300 kilometer. Dat doe ik heel Porsche achter me aan. Maar ja, jullie halen, wat is het maximale? Nou ja, het WLTP-bereik van die auto is 883 kilometer. Ja, en dat is daarmee zet je wel echt een benchmark, denk ik, qua bereik. Ja. Dus dat is qua bereik het meest extreme versie. En eigenlijk waar je vandaag mee ging rijden is de Dream Edition Performance. En die heeft dan weer het maximale vermogen. En dat is 1111 pk. Dus daar kun je lekker mee uit de voeten vandaag. Even nog 0 naar 100 in 2,7 was ja, het? Ja, correct. 2,7 seconden. Ja, hier in Nederland zit je dan op 222.000 euro. Ja. Heb je natuurlijk echt een speciale auto, ja, want het is een gelimiteerde oplage. En de eerste auto die we in Europa leveren. Kijk, uiteindelijk is ons idee om daar steeds meer het merk steeds meer toegankelijk te maken. Dus we hebben eigenlijk nu van die Air 4 versies. Dus dit is de Dream Edition. Daaronder hangt dan de Grand Touring, de Touring en de Pure. En die Pure die gaat rond de 100.000 euro kosten. Ja, dus dat is echt gewoon de helft eigenlijk. En heb je wel dezelfde ruimte, zeg maar. Ik zou zeggen, ga eerst misschien even lekker zitten. Ja. Ik weet niet of ik erin pas met mijn dikke buik, maar hoe gaan we het weer zien? Ga rustig zitten. Mark, niet te veel focus op de buik natuurlijk. Hij heeft eigenlijk de buitenmaten van de 5-serie, maar dan de binnenafmeting van de 7-serie. Dus ja, het ziet er prachtig uit. Ik zie ook dat Suède overal terugkomen. Ja. Zit er nog een speciaal geluidssysteem? Is er nog een samenwerking met een... Ja, wij werken met Dolby Atmos. Dus, nooit van gehoord, is dat? Ja, nou, dat is eigenlijk nog higher dan het hardste wat er nou is. Nou ja, het is een beetje het cinema geluid. Hè? Dus je kunt eigenlijk alle speakers die erin zitten op een specifieke manier afstellen. Heb jij er wat van gehoord, Mark? Bioscoop. Oh, mijn excuses. Ja, ja. Ik ben er niet op de hoogte. Maar oké. En je hebt zelfs die achterruimte, heb ik gezien trouwens net. Die was mega. Ja. Maar je hebt ook een voorruimte. Ja. Kan je die nog eens zullen even, die eens even laten zien? Met een elektrische knop. Ik heb nog nooit een elektrische... Ja, als je wil, laat ik in jou de honors. Linksonder staat het knopje. Kijk, Mart, ik ga hier even drukken. En dan gaat hij. Bij veel andere merken ziet is dat ze, zeker elektrische auto's, beperkte voorruimte hebben. Ja. Een van de dingen waar wij heel veel focus op hebben gelegd is zorgen dat alles zo compact mogelijk wordt ingericht van voren. Ja. Waardoor je 280 liter aan opbergruimte hebt. Ja, dat zie je ook niet vaak. Dat is ook qua benchmark weer denk ik de grootste opbergruimte voorin. Ja. Ja, ik zie je trouwens allemaal dingen liggen. Ja. Wat is dit voor iets moois? Ja. Dit? Ja, dit zijn dan zogenaamde inserts. Dus als je deze kant de velgen bekijkt, dan zie je eigenlijk hoe die eruit ziet zonder. Dus oh, je bedoelt hier die gaten, een sportieve look. Ja, dus deze gaan eigenlijk, die klik je in de velgen. Geef het even, het gaat dus... Oh, hier zo. Ja, ik zal het even niet doen. Aan de andere kant aan de andere zit kant het erop. En het idee daarachter is natuurlijk dat je nog aerodynamischer bent en meer kilometers kunt draaien. Want kijk, hier zitten ze al op. Hier zitten ze in, dus je kunt ze eigenlijk gewoon inklikken of het uithalen. Ik vind het zelf nooit zo mooi, bij deze valt wel mee, maar je hebt dan die Tesla's. Die hebben dan een heel vlakke velg, vind ik die mooi. Maar hier kan je het, ja, de vraag is als je 220.000 euro uitgeeft, ga je hem op je knieën al die dingen eruit en erin halen. Ik denk dat de mensen het niet zo heel erg vinden, want ze hebben al een mega bereik. Dus even een paar dingen die je goed om te benoemen hier. Je hebt hier eigenlijk je LiDAR zitten, hier je radar en verschillende camera's rondom. En ook bij de spiegel, zeg maar hier in het glas zitten ook spiegels? Ja. Dus hij of camera's? Camera's, ja. Hij is eigenlijk volledig voorbereid op autonoom rijden, dus als het mag, dan zou het ook wel kunnen. Wij zeggen zelf, we zijn een rijdersmerk, bereidersmerk, dus we hebben liever zelf de controle ook. Vooralsnog is dat dus helemaal hoe het loopt. Maar in principe als het kan, dan kunnen wij de software pushen en kan die ook autonoom rijden. Je ziet dat hij heel erg sleek is qua ontwerp en lijnen. Ja, want die voorkant, die lichten hier, dat loopt dus helemaal door. Er zit een LED-licht voorin en die lampen daar, dat zijn een beetje à la de Chiron volgens mij. Mark, ja, we noemen dat de micro array lenses. Je hebt er vijf? Heb je er vier of vijf? Er zitten er 9000. Oh ja, maar even voor het oog zijn er vijf links, vijf rechts. Klopt, ja. En volgens mij heeft de Chiron er vier, dus ook daar ga je weer overheen. Ja, precies, bijna net zo aerodynamisch als jij en ik. Precies. Eigenlijk, hè, mensen, je ziet het al. Ja, nou, ik heb een transplantatietje achter de rug, maar dat heb jij, heb je al lang overheen gezet. Precies. Maar als het cabrio komt, waarschijnlijk ooit al een cabrio. Nou, dat is een goede vraag. Ik heb het nu niet op het plan, maar wie weet. Nou, we gaan er eens even verder omheen. Ja. De ruimte die je hebt, dus ik noem net 7-serie een beetje als referentie. Je ziet eigenlijk deze auto's, de eerste modellen zijn allemaal een soort van two-tone. Dus we hebben dus een aluminium kleur en dan gewoon de lakkleur. Wat we ook hebben is een stealth look, of stealth appearance, als het mooi heet. Dan zie je eigenlijk alle delen die nu in het grijs zijn, of het aluminium, die worden dan het zwart. En dan krijg je echt wel een hele toffe sportieve auto. Ja. Nou, dan heb je nog een achterklep, mensen, waar je u tegen zegt. Daar kan je een paar lijken ingooien, Marten, denk ik. Ja, je kan er inderdaad een paar in kwijt. Totaal meer dan 600 liter achterin. Ook weer een dubbele bodem. Kijk, je ziet ook hier van rechts naar links is het wel echt heel serieus breed. Ja.
Dat en is wel ja, echt wel heel weinig. We hadden het over een Taycan, een fantastische auto, maar hier kun je inderdaad met de hele familie in, met bagage. Zo, mocht u gaan skiën met de Lucid Air, mensen, hij haalt bijna 900 kilometer, dus u bent bijna je bent al in bijna Tirol. Bijna in één keer dus, in Tirol. Ik zou zeggen, ga zeker eens kijken in Hilversum. Nou, hier, Floris, hebben wij een mooie ruimte waar we onze leer- en paint-opties... Ik zie hier al de Eureka Gold, Zenith Red, Cosmos Silver, Infinity Black, ik maak hem even af, Stellar White en de Quantum Grey. Quantum Grey. Dat zijn ook de enige kleuren waar je het kunt kiezen? Voor de modellen die we nu leveren, zijn dat de enige kleuren. Ja. Ik vertel net al even de vier versies die van deze Lucid Air beschikbaar zijn. Ja. Op de Touring en de Pure zijn weer nieuwe kleuren beschikbaar. Ja. Hier kun je je auto laten afleveren. Ja. Dus hier worden mensen ontvangen en komen hun auto ophalen in deze fijne ruimte. En iedereen die verdwijnt stiekem al. Dit is trouwens zo'n rode weer, hè? Ja, dit is een rode en dit is dan weer een Grand Touring. Dus eigenlijk het volgende model na de Dream Edition. Is ook een stuk betaalbaarder, kost in Nederland vanaf 165.000 euro. Okay. Is alsnog natuurlijk al een smart geld. Je ziet het bijna niet aan de buitenkant, dus je kan minder geld heel duur doen. Nou ja, dat is het ding. Uiteindelijk, wat ik zei, ook de Touring en de Pure, die hebben precies dezelfde design van buiten. En ja, een vanafprijs van rond de 100.000 euro is het plan. We hebben hier de motor, dus misschien leuk om te vermelden dat eigenlijk alles wat je hier ziet en alles wat er in en op de auto zit, is allemaal een eigen huis ontwikkeld. Ja. Dus wij werken niet samen met externe partners, maar wij zeggen we willen innovatief zijn, we willen de markt vooruit zijn. En daarom doen we alles in-house. Ja. Nou, hier beginnen we met de elektrische drive unit. Kijk, hier zie je dus ook waar de accu's zitten, hè? Ja. Dat heb ik aan. Ja. Ja. En de motor zelf, zeg maar, dit zand is ongeveer zo groot als een kratje bier, maar het komt 670 pk uit. Ja, maar net, ik ga rijden met 1100 pk, ja, dus hoe gaat dat dan? Er zitten dus twee in. Dus, ja, er zitten er twee in. Ja, okay, dus, we hebben eigenlijk op de meeste van onze twee motoren zitten, behalve op die pure rear-wheel drive, dus achterwiel aandrijving, zit er eentje in. En de rest is eigenlijk all-wheel drive. Ja, het weegt 74 kilo. Dus, door ons op te tillen. Bijna. Ja, nee, je kunt het letterlijk in een koffertje, rolkoffertje meenemen. Dus als je kijkt naar de vermogensdichtheid, is het dus ook het blok met dus de meeste vermogen. Als je een basisauto hebt, en het gaat echt helemaal mis een keer. Dan zou je dus iemand kunnen laten langskomen, gooit dus een nieuw ding en je kan zo weer verder. Het vergt iets meer werk om te doen. Ja, dat snap ik, maar zeker. Ik versimpel het iets, maar oké. Okay. Nee, je kunt het zeker zo meenemen. De Wunderbox is, wat er uniek aan is, is dat het een 924 volt systeem is. En wat betekent dat? Dat betekent dat je in 15 minuten 400 kilometer bereik erbij kan halen. Kijk, en dat is wat mensen willen. Stel je rijdt op zakenafspraken, hè, Perry of ik, of weet ik voor wie of jij. Ja. Je gaat een kopje koffie drinken en je kan echt door heel Nederland weer rijden. Ja, je kunt een kwartiertje weer 400 kilometer bij zitten. En dan moet je wel een bepaalde laadstations hebben. Hè. Dus dat is dan 300 kilowatt plus. In sommige gevallen halen we zelfs 350 kilowatt. Wat heb ik nou aan de straat in Amsterdam gemiddeld? Ja, dan heb je of 11, vaak 11 of 22. Maar in een nachtje krijg ik hem helemaal vol, van 0 naar 880? Vol krijgen. Als je thuis laat, zou je hem dan gewoon een 8 uur vol moeten hebben. Ja. Dan heb je eigenlijk het laatste is de batterijtechnologie. Ja, want dan zijn we natuurlijk wel geïnteresseerd in hoe lang gaat hij mee. Dat vroeg Mart ook, die is heel erg bedreven met elektrische auto's. Vandaar dat hij zelf ook Mercedes met een benzinemotor rijdt. Ja. Maar hij zegt van hoe lang gaat hij eigenlijk mee? Want als hij twee jaar meegaat. Nee. Dus wij hebben een garantie van 8 jaar erop zitten en 160.000 kilometer. En dan zeggen wij, garanderen wij eigenlijk een minimale capaciteit van 70% van die batterijen. Ja, ja. En het mooie is aan onze auto's, je zegt het wel, je kunt zien waar ze zitten. Dus eigenlijk zie je hoe ze op de bodem van die auto liggen. Ja. Dat zie je dus daar ook nog in. Ja, je kunt letterlijk een pakket laten zakken en een nieuw onder laten zetten. Maar we kunnen nog heel veel daar langs lopen. Ja, dan zien we er even een aantal bij elkaar. Ja. Dus kunnen jullie gelijk uitkiezen welke jullie willen thuis. Wat je hier ziet is inderdaad ook de testvoertuigen. Dus we zeggen wel eens, dat zijn de sombrero's, de auto's met sombrero's. Ja. Dat is wel leuk om te zien. Ja, LiDAR, want waarvoor is dat? Dat is lijkt wel een soort Google-auto. Ja. Ja, we testen dus bijvoorbeeld, ik noem net autonoom rijden. Dus LiDAR en radar en andere zaken, die worden getest. Daar zitten software en hardware in om dat allemaal te testen, die systemen. En dat doen we ook vanuit hier, vanuit Hilversum. Ik zie ook een beer erop staan, een ijsbeer. Ja. Nou, wat is daar de filosofie? Het is een Californian bear, dus in de vlag van Californië zie je de beer ook terugkomen. En dat is ook een van onze, we hebben geen Ferrari, geen paard op de voorkant, maar we hebben een stoere Californian bear erin zitten. Nou, we gaan nu eindelijk rijden natuurlijk met die 1100 pk, want wie wil dat niet? Jij hebt een sleutel voor me en dat is precies zoals we bij pure luxe zijn. Luxe zonder patserigheid, want het is niet echt een patsersleutel. Nee, ik zei al, het is niet echt een sleutel die je op tafel gooit. Het weegt ook niks. Het is een heel klein dingetje. Eigenlijk hebben we helemaal geen sleutel nodig op deze auto. Wij zijn heel erg voor technologie. Dus je hebt er wel zometeen gewoon een app waar je die op je telefoon hebt staan. Ja, dus dat kan eigenlijk bij je merk tegenwoordig natuurlijk. Exact. Maar het gaat helemaal goed komen. We gaan rijden. We nemen onze Perry mee en ik zie je snel.
De groetjes. Kom hoi. Zo is het. We kennen elkaar al een hele tijd. Toch even de beroemdste autojournalist van Nederland. Die voor de bekende bladen schuift. Waaronder natuurlijk ons prachtige Puruluxe magazine. Dit jaar ga je dat ook weer doen. Daar zijn we altijd heel blij mee. Ik vond het fijn dat je even mee kon rijden. Want jouw expertise is gewoon gewenst vandaag. Wat is de eerste indruk van deze Amerikaanse slee, zeg maar, van 1100 pk? Ja, nou, de eerste indruk die is eigenlijk heel goed. Je verwacht natuurlijk bij een Amerikaanse slee dat het deint en dat het een beetje zoals in de film, dat je zo... Ja. De oude actie rijdt, dat er niks gebeurt. De Lincolns en wat ik voor wat. Ja, exact. Ja, de Cadillacs, de Lincolns. Maar deze die rijdt eigenlijk hartstikke goed. Je wordt altijd een beetje moe van iedere elektrische auto die dan wordt aangekondigd als de nieuwe Tesla. Ja, dat is deze ook niet echt. Want... Nee, maar hier is wel een Tesla Link, want die man die het opgericht heeft, zeker, die komt van Tesla. Ja. Dus dat vind ik nog wel en... dan... En toch richten zij deze auto eigenlijk op de Mercedes S-klasse. Niet op de EQS, maar op de S-klasse. Ja. Ja, het ziet er eigenlijk allemaal goed en doordacht uit. Er zijn wel wat dingetjes dat je denkt, ja, god, nou ja. Bijvoorbeeld de knoppen hier van de, van de airco, die zijn een beetje wiebelig. En, maar ja, belangrijker is dat de auto gewoon echt goed rijdt. Ja. En de engineers, ja, jij noemde Tesla, maar ze hebben ook gewerkt bij Lotus, bij Aston Martin. Dus je merkt ook dat het onderstel, dat de besturing, dat het echt goed is. En de torque, de power, wat vind je daarvan als je dan een beetje wat gas geeft? Ja, nou ja, dat ziet er eigenlijk ook gewoon goed uit. Oké, jezus, ja, dat is... En dan hebben we hem nu nog niet in de sportstand staan. Nee, wat we ook hebben gezien, Martin, ik weet niet of je dat kan filmen, als hij zijn knipperlicht rechts of links aandoet, dan komt dus de linkerspiegel, die gelukkig ook nog een echte spiegel heeft, komt ook nog digitaal in het dashboard. Kijk, ja, we moeten nu toevallig rechtsaf en dan rechtsaf. Dus ja, rechtsaf, kijk. Dan zie je dus die spiegel die ik hier heb, hè, die zie je daar. Dat vind ik wel grappig, heb je bij die Audi e-tron ook. Dan heb je het alleen maar digitaal, maar hier heb je dus beide. Dat is dan wel weer grappig. Nou ja, verder is het absoluut een luxe uitstraling. Ik vond dat ik achterin wat moeilijk instapte. Daar ben ik ook geen kleine man natuurlijk, maar als je met chauffeur rijdt, dan moet je wel als CEO een klein beetje lenig zijn, vind ik. Want anders is de instap bij een i7 denk ik ietsje groter. Maar ik ga de boel niet afkraken. Ja. De instap is een beetje krap achterin. En ook door beetje alle accupakketten. Mag. Ja, ja er is ook een versie met minder accu's. En dan is de vloer wat lager. Dus dan zit je eigenlijk wat comfortabeler op de achterbank. Is dat de vloer achter dan ook? Ja. Okay, dus eigenlijk een executive zou dat dan kiezen, maar dan heb je dus minder bereik. Ja, klopt. Okay, maar nog steeds 680 geloof ik in plaats van 880. Dus het is nog heel acceptabel. Een dagje in Nederland rijden, red je daar wel mee. Nou mensen, we gaan nu de launch control doen. Perry, weet jij nog goed werkt? Ja, ja, we gaan naar sprint hier. Ja. En dan kunnen we dat hier confirmen. Ja. En dan ga jij... Dan gaan we gewoon... En dan moet er een beer komen, hè? Ja. Een Amerikaanse beer. Ja, kijk, daar komt hij. Mart, zie je dat? Even inzoomen, de blauwe beer daar. Ja. En hou je goed vast, Mart. Ja. 1, 2, bam! Oeh, jezus. Gelijk misselijk. Nou, dat was volgens mij wel echt snel. Hij was vlot, hè? En ik heb dat met Tesla ook wel meegemaakt, maar dit evenaart het minimaal. Ja. Maar je moet het meer vergelijken met die Tesla, heet die hele dikke, Model S en dan de... De plate. De plate, ja, ja. Daar mag ik dan mee vergelijken. Ja. Zou die hier trouwens ook scheten op zitten en lawaai? Want die Tesla, die kan je... De deuren omhoog laten vliegen en die heb je die scheetfunctie. Heb je die wel eens gedaan? Ja, maar volgens mij hebben ze zulke infantiele opties bij deze weggelaten. Ja, en dat is ook wel een beetje ook geweest misschien, hè? Ja, ja, ja. Zeg Per, wat vind je ervan? Is deze auto 220.000 euro waard? Ja, dat is natuurlijk altijd een moeilijke vraag. Is die het waard? Er zijn natuurlijk auto's die een vergelijkbare prijs hebben. Een BMW i7, die heeft de helft van het vermogen. Maar ja, die heeft wel weer luxe die deze auto niet heeft. Maar ja, een verlichte ledstrip over je dashboard of... Ja, een theaterscherm uit het dak. Ja, ja. Wel een groot theaterscherm, ja, exact. Dat je bijna pijn in je ogen krijgt. Ja. Maar ja, volgens mij heeft deze die LED ook, maar die zien we nu wat de zon schijnt. Ja, ja. Maar ja, goed, is een auto zoveel geld waard? Ja, kijk, je rijdt in iets bijzonders. Hij is heel snel. Hij is dus ruim. Hij is ruim. Maar en, hebben net de uitleg gekregen, de Pure, dus de basisversie, die gaat een ton kosten.
Ja. Dus ze bouwen het af van omhoog naar beneden. Dus als je helemaal basis gaat, met natuurlijk ook iets minder bereik, maar nog steeds hoog, dan ben je ongeveer een ton kwijt. Maar dan denk ik altijd, je wil nog een velletje, wat leer hebben. Maar ik denk dat je voor een tonnetje minder best goed uitkomt. En dan zit je gewoon in de Tesla-wereld. Ja. Nou, wij gaan nog even rondrijden. We gaan nog een paar mooie shots maken. We gaan Perry even afzetten bij zijn vrouw, want die gaat lunchen. Maar vond je het nou een leuke video, doe dan even je duimpje omhoog. En abonneer je ook even op ons kanaal. Wil je meer video's zien van mij en Perry? Laat het even achter in de comments. Want er zijn natuurlijk veel meer automerken. En daar maken we er een beetje een leuk lifestyle filmpje van. Perry, ik was even kort maar krachtig. Maar ik vond het toch leuk je erbij te hebben. Zo is het. En willen jullie meer van Perry lezen? Zorg dan even dat je Pure Luxe magazine in handen krijgt.